In deze video gaan we formules opstellen bij machtsverbanden. En een machtsverband ziet eruit als I is AX tot de macht N. En dat is een machtsverband tussen X en Y dus. Nou goed. Stel je voor, ik heb I is 5X tot de macht N. Ik weet hoe het zit met X, want dat is 2. En ik weet hoe het zit met I, want dat is 80. En dan kan ik met deze gegevens kan ik berekenen hoe het zit met N. He, want als je 3 letters hebt, van die 3 letters weet je er 2, dan kun je altijd de derde berekenen. Dus als ik die I vervang door 80 en ik vervang die X door 2, dan krijg ik de volgende vergelijking. Nou, kan ik in principe aan de slag met mijn grafische rekenmachine? Doe ik niet. Want ik deel links en rechts door 5. 80 gedeeld door 5 is 16. En 5 keer 2 tot de macht n is 2 tot de macht n. En nou weet ik toevallig dat 16 is 2 tot de macht 4. Dus ik weet hoe het zit met n. Dus mijn formule is dan I is 5x tot de macht 4. Maar zo makkelijk gaat het niet altijd. En dat laat ik je zien op de volgende bladzijde. Vraag A. I is ax tot de macht 1,73. We weten hoe het zit met x, we weten hoe het zit met i. Dus we kunnen berekenen hoe het zit met a. En als we a hebben, dan hebben we de formule van i. En het enige wat we dan nog moeten doen is a afronden op 1 decimaal. Nou, dat gaat wel lukken. Dus ik heb i uitgedrukt in x en ik heb x en i. Dus ik ga die i vervangen door 820 en ik ga die x vervangen door 5. Nou, als ik nou links en rechts deel door dit getal, ja, dan weet ik hoe het zit met a. En dat is wat ik ga doen. Dus 820 gedeeld door 5 tot de macht 1,73, dat doe ik op mijn rekenmachine en ik ga afronden op 1 decimaal. En dan heb ik mijn formule. Nou, vraag A ging ook wel. Vraag B, n is 20... keer t tot de macht p. We weten hoe het zit met t. We weten hoe het zit met n. Dus we kunnen p berekenen. En dat moet in 2 decimalen nauwkeurig. Nou, laten we dan die n. En laten we dan die n vervangen door 50. En die t door 3. Nou, dan krijg je 50 is 20 keer 3 tot de macht p. En ik voel de buil een beetje hangen. Ik ga lekker aan de slag met mijn grafische rekenmachine. Nou, dan heb ik dus een vergelijking. En die vergelijking bestaat uit twee formules. Hè? Eentje aan de linkerkant van het gelijkteken en eentje aan de rechterkant. Nou, dan moet ik mijn assen instellen. En dan ga ik altijd kijken naar mijn makkelijkste formule. En dat is de eerste. Dus als ik zoek tussen 0 en 100, dan vind ik die eerste. Dat is een horizontale lijn. Nou, en als ik hiernaar ga kijken en ik ga p vervangen door ja, 1 eigenlijk al. Dan staat er 20 keer 3 en dat is 60. Dus ja, in principe kan ik zoeken tussen 0 en 1. Maar ik heb gekozen voor 2. Dat was niet nodig geweest. Maar goed, ik ga een snijpunt krijgen en ik ga antwoord geven op de vraag. Dan ga ik dat invullen. Zoals je ziet, twee formules. Ik heb gedrukt op symbool. Dan ga ik naar shift plot. En dan stel ik de assen in, zoals net besproken. En ik zie dat ik per ongeluk heb staan 0,200. Nou ja, dat maakt verder ook niet heel veel uit. Lijntje komt een beetje lager te zitten. Maar goed, ik heb dus een snijpunt. Dus ik druk op menu functie snijpunt. Zoals je ziet. En dan vind ik 0,834 puntje, puntje, puntje. En ik moet afronden op 2 decimalen. Dus ik maak hiervan 0,83. Nou, einde van deze video. Tot de volgende keer.